juryvoorzitter Henk Smit. Het WMC loopt op zijn einde. In de laatste jaren was General Effect in Nederland een hot item. Moest een handvat zijn voor betere, effectvollere shows. Is dat gelukt? Hebben we dat opgepikt? De meeste bands, denk ik wel, die hebben het opgepikt. Of het gelukt is, weet ik eigenlijk nog niet. Er zijn bands die wij het gewoon kunnen zien dat het gebeurt. Andere bands hebben er misschien nog, ja, die moeten daarin groeien. Maar ik denk wel dat het effect heeft. Is het niveau ook gestegen daarmee? Ja, ik denk het wel. Ja. Kun je dat zien? Nou, kun je zien aan de punten die gegeven worden. Maar je kunt het ook zien aan de show zelf. Als je de laatste ziet van gisteren, die ligt natuurlijk nog vers in het geheugen, DWS Katwijk. Dan kun je toch zien dat door de manier waarop die hun product maken en samenstellen, dat ze veel meer na gaan denken over het concept. In vergelijking met de core-stijl, hoe zit het met het niveauverschil daarin? Nou, je ziet in de core-stijl, daar zijn ze uiteraard verder in dingen als effect, omdat zij daar al jaren mee werken. Je ziet gewoon hun hele visuele product is afgestemd, vaak, lukt ook niet altijd natuurlijk, maar vaak op het muzikale product. Van de andere kant moeten we ook constateren dat met name in de showbandstijl het muzikale niveau erg hoog is bij de top. Ja. Oké, even over de marsparade. We hebben gisteren een prachtige strijd gehad tussen Pasveer en Advendo. Tarkovski die heeft 2 weken eerder ook al een geweldig puntenaantal neergezet. Waar zat het verschil hem in? Nou, het verschil zat hem, was niet groot hoor. Het verschil zat vooral in het feit dat, zeg wat de jury zegt, als je Pasveer zag en Advendo. Pasveer had een hele hoog demand. Heeft veel van hun leden gevraagd. De jury had het idee dat de flow in de show van Pasveer niet zo goed was als de flow in de show van Advendo. De uitvoering van hun was beter? Ja, we hebben het over de performance hebben. Die was gewoon, dat was beter. En dat gaf de doorslag om het vaandel aan Advendo toe te kennen? Ja, dat gaf de doorslag om het vaandel aan Advendo door te geven, ja. In de showwedstrijden is er een splitsing tussen showbandstijl en core-stijl. In de marswedstrijden is die splitsing er niet. In hoeverre kun je dan een mars vergelijken tussen korps als Suranari, een Thais korps, en de mars van de trommelgroep West-Nederland? Ja, dat is een lastige. Dat zie je ook in, als we het over de Nederlandse situatie hebben. Dan zie je in Nederland bij de kampioenswedstrijden wordt die scheiding wel aangehouden. Hè? Dus drumfanfares, tamboerkorpsen, die dingen doen we hier niet. Dus waar de jury erg op getraind is gewoon te kijken van oké, wat moeten ze doen? Want er wordt niet gejureerd op het wat. Hè? Dat wordt bij Korstel wel gedaan, dat wordt bij de Mars niet gedaan. Omdat die stukken van tevoren al beoordeeld zijn. Er wordt gewoon gekeken hoe voeren ze het uit. In dat licht bekeken, er worden veel alternatieve bochten uitgevoerd. Bijvoorbeeld een korps zwengt en gaat dan de hoek om. Rijen gaan eerst de hoek om. Veel inventiviteit, originaliteit. Wordt dat meegenomen in de beoordeling dan? Wordt absoluut meegenomen in de beoordeling. We noemen dat net zoals bij de show Derived Achievement. Dus als je 2 gelijkwaardige bands hebt en de ene die gaat voor safe en doet de normale bocht en de andere die gaat risico nemen in de bochten, dan wordt het risico gewaardeerd. De marsscores worden voor 2/3 opgebouwd uit muziek, het muzikale deel. Het marstechnische deel is 1/3 waard. In hoeverre levert de inspanning die een korps doet op het marstechnisch goed lopen, mooie bochten, inventieve bochten, in hoeverre betaalt zich dat uit? Dat betaalt zich ook uit in het muzikale. Kijk, want wij zeggen, of de jury zegt, op het moment dat je een hele moeilijke bocht doet of een hele moeilijke countermars doet, moeilijker dan de traditionele bochten, en je speelt daardoor net zo goed als je concurrent die het niet doet, dan krijg je ook in de muziek een hogere waardering. Kun je uitleggen waarom het in uitdrukking brengen van strafpunten voor lijnsoverschrijdingen in de marswedstrijden ook op een subjectieve manier gebeurt? Dat heeft te maken met het feit dat we geen penalties konden opnemen in de reglementen of in de handout. Omdat, je hebt net al genoemd, de trommelgroep West-Nederland loopt met een heel klein clubje. En je ziet zo'n, bijvoorbeeld de Calgary Stampede loopt met een enorme hoeveelheid mensen op het veld. Ja, het risico van natuurlijk een Stampede is vele malen groter dan het risico van bijvoorbeeld trommelgroep West-Nederland. De top 5 in de showwedstrijden is nu Nederlands. Er zit Potsdam tussen op de 3e plaats. De verwachting is toch dat er een aantal Nederlandse korpsen zich daar vandaag tussen gaan netselen. Wat moet men in het buitenland gaan doen om de concurrentie in de showbandstijl aan te gaan? Zorg voor kwaliteit. Dat is het enige wat ik kan zeggen. We zijn ook heel erg bezig met clinics te geven in het buitenland. Ik ga toch een beetje reclame maken voor wat we met Marching Bands of Europe doen. Je zag hier gisteren ook wat Deense bands. Nou, gisteren zag je de Deense top. Dus dat was Weingarten, dat is eigenlijk de Deense kampioen, maar die was er afgelopen jaar niet. Dan is Roskilde hun kampioen. Het is gewoon goed dat die bands hier komen en onze kwaliteit zien. Dat is hetzelfde als onze bands naar het buitenland gaan. Kijk bijvoorbeeld naar Core Style, kijk naar drumcores die naar Amerika gaan. Ja, en die worden daardoor gevoed.